denk je dan na over je voorbeeldfunctie? Oeh. Want je filmt het ook nog eens, hè? Je gooit het op het internet. Ja. Denk je dat? Wat voor voorbeeldfunctie? Ben ik iemands vader, behalve mijn eigen kinderen? Welkom bij de T van Trending, een programma waarin we iets uit het nieuws bespreken dat op dit moment trending gaat. Vandaag hebben we fitfluencer en beroepsgek Joël Beukers te gast. De lente is immers in aantocht en dus streeft iedereen naar het perfecte lichaam. En dat doet men op steeds jongere leeftijd. Daarnaast is Joël laatst binnen slechts 6,5 uur naar Gerlos gereden en heeft hij überhaupt een interessant businessmodel. En ik heb altijd een jonge Telegraafjournalist als sidekick. Dit keer is dat Hein Keizer. Jongens, welkom. Dank je. Joël, hoe vaak train jij nou eigenlijk? Ik probeer dagelijks wel te trainen. Te bewegen. Effectief trainen ongeveer 6 dagen in de week. Echt harde krachttraining. Ja. En als ik dan een rustdag heb, dan doe ik wel een actieve rustdag. En Dan ga ik bijvoorbeeld met de kinderen fietsen of wandelen of iets bos in. Ja. Activiteit in elk geval. Hein, jij? Hoe vaak ik train? Ja. Wil je het echt weten? Ja? Ja, ja, ja. Ik ben wel een luie karel, hoor. Ja, hij is de karel. Ik ben wel een lui ventje. Eén keer in de week. En wat doe je dan? De sportschool in? Rondje hardlopen. Ik probeer nu zoveel mogelijk mijn slaap ook te optimaliseren. Dus ik ga wat eerder naar bed. Zorg dat ik 2 uur van tevoren de schermen, telefoons en zo niet zie. Te lezen voordat ik ga slapen. Ook mijn voeding en het drinken daarop aan te passen. Dus als je bijvoorbeeld te veel water drinkt en zo, dan moet je 's nachts eruit vaak om te pissen. Wat lees jij dan? Wat leest Joël Beukers voor het slapen gaan? Ik lees alleen boeken waar ik iets van leer. Dus dan wel ondernemen, dan wel het menselijk lichaam. Oh, ja. Of bijvoorbeeld over je discipline, noem maar op. Mm-hmm. Maar niet voor lol, nee. Nee. Dus. Hein, heb jij nou het idee dat, ik zei net een beetje in de intro, hè, dat iedereen toch wel wat meer sport dan vroeger, jouw inziens? Nou, het is wel wat duidelijker geworden als je bijvoorbeeld op Instagram, op TikTok, op YouTube kijkt. En je ziet bijvoorbeeld Joël tegenkomen, zie je voorbij komen. Je ziet dat steeds vaker mensen dat wel naar buiten aandragen. Van kijk eens, ik ben aan het sporten. Dus ik denk het wel. Merk je dat zelf ook? Het is een zeer groeiende markt, zeker. Dus het is echt wel een goede business om in te zitten natuurlijk. Ja. En inderdaad, met de komst van social media had ik ook een bestaande markt weten te penetreren, de supplementenmarkt. Ja. Door mezelf in te zetten als een influencer, maar dat zorgt er wel weer voor dat heel veel mensen het inderdaad meekrijgen en denken van ja, wat ben ik eigenlijk mijn hele leven aan het doen? Ja. Ik zit thuis, ik had gasten bij mij in de gym die waren 19, die had een hele huidcorrectie al moeten doen omdat die 40 kilo was afgevallen. Ik zeg, hoe kan dat nou, joh? Jullie zijn 20, maar het lijkt alsof jullie 13 zijn. Ja, die hebben dus gewoon van 12 tot aan hun 18e kwamen ze thuis van school. Zaten ze mij te vertellen, gingen ze gewoon naar bed, dekentje, YouTube-video's kijken. Oh ja. En de een naar de ander. En dan hoor je een keertje, eten staat klaar, Karel. En dan gaan ze eten en dan gaan ze weer verder. Ja. Maar die ouders, die hoor je niet klagen. Want die denken, het is lekker rustig in huis, weet je wel. Hoe gaat het bij jou zelf thuis? Ik let daar heel erg op. Ja? Ja, want ik merk dat mijn kinderen zijn 2 en 5. Ik merk nu al dat zo'n iPad, het hebben van die iPad. Als ik dan zeg, hey, nou is het even klaar met die iPad. Hoezo? Dan krijg je dat soort reacties. 5 jaar. Mm-hmm. En dan denk ik van, nou, ik breek de ding niet helemaal door midden als jij nou niet dat ding geeft, weet je. Ja. Dus ik probeer dat nu echt wel op te letten, ja. Sportonderzoeker Luc Hilkens, die zegt bijvoorbeeld van, joh, gasten zoals jij, Joël Beukers, jullie veroorzaken een drang naar een onhaalbaar schoonheidsideaal. En dat mensen hier depressief van kunnen raken en dat het gewoon onhaalbaar is wat jullie mensen voorspiegelen. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, kijk, deels zit daar natuurlijk een kern van waarheid in. Alleen, daar wil ik wel voor opstellen dat wij naturel trainen, dus zonder geheime pakketjes. Mm-hmm. En dan is het... Zo naturel is het niet, want het zijn wel gewoon, het is wel met supplementen en dingen. Ja, maar dat is echt zeer naturel, want dat is, wordt ook gebruikt in de topsport. Wij laten onze producten dus ook echt testen op doping. Dus er zijn heel veel topsporters die onze producten mogen gebruiken en gebruiken. Dat voorop. Maar ik denk dat Luc heet deze ja, man. Luc. Die refereert waarschijnlijk naar vooral Amerikaanse fitness-influencers die heel veel spulletjes gebruiken. Anabolen, het hele pakket waar ik geen verstand van heb. Maar die gebruiken dat en die vertellen dat niet. Dus die zeggen,
Die hebben ook, die hebben hij heeft echt ook wel echt over Nederlandse... Ja, er zijn ook Nederlandse influencers die dat doen. Maar als je goed kijkt naar mijn fysiek, ik heb 2 kinderen. Ik ben ondernemend, ik ben echt alleen maar aan het werk. We doen ook nog de social media kant erbij. Dit is gewoon natuurlijk haalbaar. En dat zul je ook wel zien als je mij vergelijkt met de echte bodybuilders bijvoorbeeld. Kan je uitleggen hoe jouw businessmodel in elkaar zit? Want je bent eigenlijk een soort marketinggoeroe met allerlei trucjes en dingetjes waardoor je continu viraal gaat. Het is inderdaad wel... Het is van belang dat als je zo lang in het vak zit als ik op social media, dat je natuurlijk on top of mind blijft bij je volgers. Want anders, relevant blijft. Ja, relevant blijven. En natuurlijk inderdaad bereik creëren voor je bedrijf. Dus dat is wel natuurlijk de drijfveer voor mij. Want anders zou ik dit niet eens doen. Want ik vind het ook wel lekker om even gewoon relaxed door het leven te gaan. Maar ja, dat is gewoon dat is wel mijn ding ook. Dus ik ga daar heel lekker op. En dat is gewoon even lekker trollen op het internet. Een beetje tegengas geven ook met bepaalde onderwerpen. Ja, ja, dat zijn allemaal dingen die wij als team Goud gewoon met elkaar doen. Met heel veel plezier ook. Ga je niet steeds extremere dingen doen? Want ik zie je soms met auto's door jacuzzi's rijden. Ja. Ik zie je met je maten van alles en nog wat in auto's doen. Ik zie je steeds extreme dingen doen. Ga je niet steeds meer die grens opzoeken van wat kan om maar in die picture te blijven? Ja, ik ben sowieso wel een extremist in bepaalde opzichten natuurlijk. Dat wel is gevaarlijke uitspraak. Hè? Ja, nee, kijk. Nee, maar goed, ik ga gewoon in alles voor goud, zeg maar. Ja. Laten we het zo zeggen. Ik ga in alles voor goud. Ik wil het maximale proberen te halen uit bijvoorbeeld ondernemen, fitness. Maar bijvoorbeeld ook dus met het creëren van die content. Mm-hmm. Ik wil gewoon de standaard hoger leggen. En ik denk dat wij ook een platform zijn in Nederland die dat kan doen. Want ik hoef me nergens voor te verantwoorden, want ik verkoop mijn eigen producten. Mm-hmm. Dus ik hoef me niet in te houden voor een merk of wat dan ook. En dat schreeuwen dan, hè? Ja. Wat natuurlijk super grappig is, en het schreeuwen in een camera, dat heb je op een gegeven moment bedacht, denk ik. Want nu ben je bent in de omgang een vrij... Ja, rustig. Ik ben een hele rustige jongen. Ja, dat heb je dan op een gegeven moment bedacht of zo? Of nou, kijk. Deed je dat al? Ik heb mijn merendeel van mijn leven heb ik gerugbied. En dan was je op het veld was je een beest. En dan moest je de tegenstander in principe doormidden tackelen. Zo werd het ook, zo werden wij gewoon ook opgevoed. En na de wedstrijd is het gentleman sport. Dus dan ga je met de tegenstander, schud je de hand, een biertje drinken, ook als je neus gebroken net, weet je wel. Ja. En dat hoort erbij. En je jezelf gewoon echt opfokken voor die wedstrijd. En dan in dit geval voor je fitnesstraining. En dat is ook wat ik eigenlijk op een gegeven moment ben gaan doen in mijn video's. Terwijl ik daarvoor heel saai was. We hebben een persiflage klaarstaan van Bram Krikke en Harry van Loon. Kijk even. Mensen vragen mij, ben je nooit zat van de gym? Ga je nooit, nee, elke dag pompen, abs, gains, gewoon deze rakkers oppompen. En raak me niet aan. Nu moet me niet aanraken. Kom! Aan een vak! Kom! Kijk eens! Kom op! Ga er eens in! Ik krijg er gewoon energie van. Ja. Ik wil gewoon even rammen! Ja. Oké. Okay. Geweldig. Geweldig. Ik had ze ook een bericht gestuurd. Echt goud gewoon, hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Ja. En ze hadden ook nog een tweede versie ervan gemaakt. Hè? Dus het is echt wel goed viral gegaan ook. Hoe belangrijk zijn auto's binnen dat hele marketing bestaan en marketingplan van je? Auto's is een belangrijk aspect. Kan je dat voor mij geweest dan? Ja. Ja, het begon eigenlijk dat ik een Maserati voor het eerst haalde. De eerste echt sportauto. Mm. En die werd toen bij mij voor de deur vernieuwd. En ik riep toen al altijd, we gaan vergoud. Maar ik mocht van mijn vriendin niet die auto goud maken. Stordinair en noem maar op. Mm. Was ik ook wel mee eens. Dat is ook wel een beetje. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, ja, helemaal mee eens. Maar ik zie dat niet als een auto, weet je. Ik zie het als een tool. Ja. Een marketing tool. Maar leg dat eens uit.
Nou, nou die auto werd vernieuwd. Roze verf, weet ik wat allemaal, krassen, gerestaureerd. En toen dacht ik, oké, nou ga ik dat ding ook helemaal goud maken. Zo ordinair mogelijk. Yeah. Up, comeback. En sindsdien, al die auto's voor goud. Maar bijvoorbeeld ook dus nu die Tesla plate. Dat is dan, volgens mij had ik een van de eerste Tesla plates. Dat is met 1000 pk elektrische auto. En dan weet ik al, heel veel mensen gaan dan huilen over, oh, elektrisch rijden op de kermis, dit en dat. Maar ik heb wel de snelste auto. Ja, ja. Een van de eerste. Hup, goud rappen. Ja. Ook weer over het internet. Ja, want dat is het, hè? Leg dat eens uit, dat je dan dus een auto koopt. Je pakt een hype van een... Het is een hype, die auto. Je bent een van de eerste met een auto van 1000 pk in Nederland. Dat creëert likes, volgers op Instagram bijvoorbeeld? Nou, dat is gewoon een hot topic. Ja. Dus de autowereld, iedereen die heeft die auto in op zijn YouTube-video gereviewd. En ik review hem dan even, dat ik met 4 banden loskom. Dat we naar de Duitse autobaan gaan. Dat we 280 rijden. En in principe gewoon het hele ding afrachen. Gewoon. Ja. En binnen een week was hij ook gewoon een stuk. Dus dan moest hij alweer terug. Maar dus wat je doet... Je pakt een doelgroep die houdt van elektrisch rijden. Die zijn helemaal Tesla-fan en Elon Musk-fan. Die pak je. En dat is niet zozeer mijn doelgroep. Want ik heb alleen maar V8, V12 en noem maar op. Mm-hmm. Maar die boor ik dan in één keer aan met zo'n mooie Tesla. Tegelijkertijd wil ik mijn huidige doelgroep niet teleurstellen. Dus racht ik ook dat hele ding af gewoon. Ja, ja. En dan laat ik echt zien wat die auto kan. Ja, ja. En blijkt dat het echt wel een goede auto is gewoon. Vind je dat nou nooit zonde? Nee, ik probeer wel tot... Nee, dat is dus zo moet je dus niet denken. Oké. Het is voor mij geen auto. Nee. Het is voor mij geen vervoersmiddel. Maar hoeveel kost het? Het is een marketingcampagne. Die betaal je gewoon... Ja, die betaal ik gewoon. Meteen? Ja. Dat is geen leasebak, niks? Nee, alle auto's die ik dan die ik heb, die koop ik. Want ik wilde wel transparant zijn, ook met... Dat was een beetje in de beginperiode. Wat is je duurste auto eigenlijk geweest? Je duurste aankoop op dat gebied? Die 6x6, Mercedes. Ja, hoeveel ook alweer? Ja, die was wel tegen de miljoen aan. Over auto's gesproken. Jij bent laatst binnen 6,5 uur naar Gerlos gereden. En daar gaan we even naar kijken. We hebben er niet voor niets de winterbanden eronder zitten, want we gaan hem nu mee naar Gerlos. We gaan gewoon een record vestigen met 2 bakken die gewoon 300 kunnen. We gaan echt 300 rijden. Ja, en even voor de duidelijkheid, Gerlos ligt in Oostenrijk, hè? Wintersportgebied. Normaal doe je er geloof ik nou 10, 11 uur over om daar te komen. Ja. En jij doet het in 6,5 uur. Ja, ja, wel gepland. Inderdaad, ik vind het echt zonde om zo lang erover te doen. Wij hebben hier dan ook wel de juiste apparatuur voor. We hebben natuurlijk een Urus. Mm-hmm. Keramische remschijf, noem op. Het is echt een topauto eigenlijk. Ja. Het is 1000 kilometer... Maar dan gaan we ook wel echt 's nachts rijden. Ja. En dat het zo rustig mogelijk is. Want anders word je helemaal gek op die Duitse auto. Ja. Maar je rijdt op een gegeven moment 300 kilometer per uur. Ja. Denk je dan na over je voorbeeldfunctie? Want je filmt het ook nog eens, hè? Je gooit het op het internet. Ja. Denk je daar over? Wat voor voorbeeldfunctie? Ben ik iemand zijn vader, behalve mijn eigen kinderen dan? Ja, maar de jonge jongens, jonge mensen... Maar die rijden allemaal in een hoek. Nee, maar die zijn misschien 17, 18. Die zien dat op Instagram voorbij komen. Die denken van, hey, ik ga eens even de auto van mijn ma pakken. En ik ga eens ook even kijken wat eruit te halen. Dan moet je gewoon goed oefenen. Ja. Voel je dan niet... Toen ik 19 was, deed ik dat al. Okay. In de auto van mijn vader. En dan reden we samen naar een wintersportgebied. En door Duitsland mag je zo hard rijden. Maar is het dus niet... als je dat soort dingen niet traint, ja, dan moet je dat niet zomaar doen natuurlijk. Maar ik ben ook niemands vader. Maar is dat niet heel makkelijk om te zeggen? Van, het zijn niet mijn kinderen, dus ik heb er eigenlijk niks over te zeggen. Hoe bedoel je? Nou, ja, maar waarom... Nou, ze kijken jouw video's, ze volgen jou misschien. Dus als ik het niet doe, dan gaan ze naar een ander kijken. Denk je dat? Nee, het staat online gewoon. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die rijden 400 over die autobaan. Ja. Snap je? Dus ik doe wat ik wil doen. Mm-hmm. Ik laat dat zien. Dan is het volgende argument van, koop maar een Urus dan. Ja. Is er iemand van 18 die dan met dat ding over die autobaan heen gaat rijden dan? Ga ik niet vanuit. Hey, wat voor mooie plannen heb je de komende tijd? Wat kunnen we de komende maanden van je verwachten online? Wij gaan serieus groeien.
Dus, is goed om te weten. Zowel fysiek als binnen het bedrijf. Ja. Ik ben heel erg met het team aan het uitbreiden. En kijk, wij gaan op dit moment zijn we heel erg bezig met in shape zijn voor de zomer. Mm-hmm. Want we zijn natuurlijk ons eigen visitekaartje. Dus bedoel ik met Donny Roelvink zitten we echt helemaal in het focusseizoen. Dus we hebben periodes van focus. En dat is vaak met dit slechte weer. Dan is het gewoon even jezelf terugtrekken. Ik ga om 9 uur naar bed. Ik sta om 5 uur op. Ik lees mijn boeken, noem maar op. En vanaf 1 april hebben wij onze eigen eerste technofeest met Gold Dry, omdat we 3 jaar bestaan. En dan is het gas geven. Juist. De hele zomer lang. Juist. En op al die festivals proberen dus die blikken kwijt te raken. Ja. Juist. Dat is onze doelstelling voor deze zomer. Tot die tijd, nog 3 weken, is het gewoon echt even focusseizoen. En voor jezelf ook mentaal even. Dankjewel voor je komst, man. Hein, jij ook. Bedankt dat je even aan wilde schuiven. Jullie bedankt voor het kijken. Jongens, ik moet nog een klein dingetje zeggen. Hier in de beschrijving staat iets over een jongerenpanel dat we bij de Telegraaf aan het oprichten zijn. Ben jij nou jong? Ben je onder de 25 jaar en wil je meepraten over het nieuws? Klik dan even op die link en dan kan jij misschien onderdeel worden van dat panel. Jongens, nogmaals bedankt voor jullie komst. Jij neemt een slokje, geloof ik. Jullie ook bedankt. Ja, het is vrijdag, toch? Ja, daarom. Bedankt voor het kijken. Hoi!